Stichting Jeugdplatform Jongerenbelangen heeft een toekomstvisie met Haringsvliet Giessendam. We hebben een plan van, voor en met jongeren. Wij willen jongeren meelaten denken in Haringsvliet Giessendam. De voorlopige onderzoeksresultaten presenteren wij op 10 februari aan de gemeenteraad. Help jij ons mee? Wij gaan ervoor. Oké, wie spreken we hier voor jongerenwerk? Wouter Veldhuis. En Wouter, wat is jouw taak binnen de Stichting voor de Jongeren? Ik ben vicevoorzitter van het bestuur van het Jeugdplatform. En interim onderzoeksvoorzitter van de Klankbordcommissie. En hoe het onderzoek gaat leiden. En hoe kwam jij erbij om voor de jongeren je hart te maken, warm te maken? Ik heb voorheen een aantal jongeren initiatieven behartigd. En daardoor ben ik ook hier bij terechtgekomen. En wat zijn jongere initiatieven? Wat bedoel je daarmee? Verbeteringsstrandjes en de jongerentak van de TAP. Dat hebben we allemaal gelezen in de kranten, verbeteringsstrandjes. Maar nu maken jullie je zorgen om de veiligheid en de gezelligheid. Bijvoorbeeld in de Peulen. Hoe hebben jullie dat aangepakt? We zijn eerst op de braderie begonnen met een globale enquête. Om te kijken wat er leefde onder de jeugd en de oudere inwoners. En dat bleek toch uitgaansvoorzieningen te zijn. En dat komt nu mooi uit bij de gemeenteraad, omdat ze bezig zijn met de sluitingstijden. Om welke uitgaansvoorzieningen gaat het voornamelijk? Ja, de Dam in de Damstraat en alle horecagelegenheden eigenlijk. Maar gaat het dan vooral om overlast van jongeren aan bewoners of omwonenden? Of gaat het om dat de jongeren graag langer uit willen, want ze vinden het te beperkt in Hardingsveld? De meesten vinden het beperkt, maar vanuit de gemeente gaat het eigenlijk om de veiligheid. Om de mensen, om de jeugd niet in één keer die Damstraat op te krijgen. Want daar zijn klachten over geweest? Ja, vooral uit de Damstraat. Want ingegoorde ruiten en allerlei... Ik heb wel eens gehoord, zelfs piesende jongeren door een brievenbus. Klopt dat? Ja, dat heb ik ook gehoord. Ja. Maar dat doen ze natuurlijk al lang niet meer. Achter ons gaat gelijk bijna iemand bovenop elkaar. Dus er wordt gelijk een ongeluk veroorzaakt. Niet door jongeren. Maar wat gaan jullie doen in februari, 10 februari, bij de gemeenteraad? 10 februari gaan we inspreken bij het debat bij de gemeenteraad. Om een stimulans te geven om er het plan van het college van BMW doorheen te krijgen om de sluitingstijden ongelimiteerd te krijgen. En waarom willen jullie die sluitingstijden zo verruimen? Dat is voor de veiligheid, want niet iedereen tegelijk de straat op te krijgen, want dan krijg je alleen maar rumoer. Maar moet komt de politie er weer bij komen, dat is, laat het maar rustig uitvloeien, dat is beter. Hoe heb je de jongeren bereikt de afgelopen tijd? Via internet www.jongerenbelangen.nl, daar staat de verwijzing naar de enquête. En daar staat ook een verwijzing op naar de Hivespol. En hoeveel mensen hebben al gereageerd? 125 ongeveer, dus echt? Het loopt goed. Echt waar? Ja. En dat neem je ook mee echt duidelijk naar die gemeente van luister eens jongens, het is nou afgelopen met het gedoe? Dat worden de voorlopige onderzoeksresultaten en die presenteren we aan de gemeenteraad en het college van BMW. En heb je enig idee wanneer het zou kunnen gaan beginnen, deze verruiming? Dat zou een week na 10 februari zijn als ze het besluit gaan nemen. Dus de 17e februari, hoop ik. Dan zouden alle jongeren al misschien later mogen blijven. En dan zonder drank, maar wel met gezelligheid. Daarom. Of met drank en gezelligheid. Ja, inderdaad. Het klinkt allemaal heel leuk en bevlogen. Maar hoe heeft die horecaondernemer in Hardingsveld daarop gereageerd, op jullie plan? We zijn nu op dit moment in fase van onderzoek. Maar we hebben al positieve reacties gehoord van de horecaondernemers. Maar ook negatieve dus? Ja, dus er moet nog wel even goed onderzocht worden wat zij er nou van vinden. Ja, dat klopt. Dat is heel belangrijk. Want anders kun je het niet meenemen, toch? Nee, dat is waar, inderdaad. Okay. Ja. Nou, dan wens ik je veel succes. Dank u. Nou, we gaan even verder praten en dat doe ik met de voorzitter van de stichting. En hoe heet die stichting als eerst? Stichting Jeugdplatform Jongerenbelangen Haringsvliet Giessendam. En hoe heet jij? Patrick de Bruin. En wat is jouw functie en taak bij deze stichting? Mijn functie is de voorzitter, bestuursvoorzitter van de stichting. Dus dat betekent dat wij als bestuur zijnde het beleid moeten overzien. Ziet de gemeente het belang in van jullie stichting? Op dit moment hebben we gesprekken gehad met de gemeente. Echter is het wel zo dat wij een subsidieaanvraag hebben ingediend bij de gemeente Haringsvliet Giessendam.
puur het feit omdat wij meerwaarde willen gaan leveren aan de bewoners. Op dit moment zijn daar gesprekken over gaande. Maar meerwaarde aan de bewoners, aan de jonge bewoners met name? Dat klopt, aan de jonge bewoners. Wij staan voor jeugdparticipatie, dat is één. Dus dat betekent dat jongeren mee moeten kunnen denken in bepaalde processen hier in het dorp. Maar dat betekent ook dat ze zich kunnen ontplooien via de stichting. Jongeren hebben soms nog wel eens een duwtje in de rug nodig. En dat kunnen ze bij de stichting goed laten zien hoe ze het kunnen. En dan kunnen wij ze ook een bepaalde stimulans daarin meegeven. En daarin word je wel gehoord door de gemeente? Ja, de gemeente die heeft wel zoiets van, nou daar moeten we wat mee gaan doen. En in welke vorm, dat is nog vrij onduidelijk voor ons. Dus dat wachten we even af. Ja, want heb je het idee dat bijvoorbeeld de gemeente denkt van, nou, die jongeren die kunnen wel eventjes voor ons uit gaan zoeken wat er leeft onder de jeugd? Of is het vooral dat jullie de jeugd naar jullie laten komen met vragen en dat je dan iets gaat onderzoeken? De stichting die functioneert eigenlijk als een soort klankbord, zo moet je het eigenlijk zien. Dus wij vangen signalen op van jongeren, maar we proberen ook een bepaalde boodschap over te hevelen vanuit de gemeentekant, hè? Maar ook vanuit bedrijven op zich. Dus jullie zitten er ook een beetje tussen? Eigenlijk een soort intermediair. Oké. En nou is dat plan 10 februari wordt gepresenteerd door een onderdeel van de stichting. Hoe is dat gegaan dat die jongens dat onderzoek zijn gaan starten? We zijn 29 maart 2010 zijn we begonnen als stichting zijnde. Toen hebben we ons ingeschreven. De stichting is toen op dat moment flink gegroeid. We zijn begonnen met een bestuur vanuit 6 personen. Van daaruit hebben we een klankbordcommissie gecreëerd vanuit 6 personen. En nu is er zelfs ook een adviescommissie die ons adviseert in bepaalde zaken. En die adviescommissie die bestaat uit 4 personen. Oké. En dat plan waar ik het over had, waar we het al net hebben over gesproken, dat 10 februari wordt gepresenteerd vanwege die openingstijden. Hoe sta jij daarachter? Ja, dat is logisch, want je bent die stichting, maar hoe voel jij dat ze dat doen? Ik vind het geweldig dat jongeren zich zo inzetten. Dat moet het voornaamste zijn. Ik denk dat dat heel goed is voor de stichting. Sowieso, we staan er helemaal achter. We willen hun ook de vrijheid daarin geven. Ik bedoel, jongeren moeten hun ding willen en kunnen doen. Dat vinden wij sowieso super. Wel is het zo dat het bestuur een aantal dingen heeft uitgeschreven in een toekomstvisie. Dat wel, hè. Dus dat je stapsgewijs een bepaald proces met jongeren mee kan krijgen hier in het dorp. Dat je ze mee kan laten denken. Dat zijn stapsgewijze stappen en ook hun wijze op hun verantwoording in het dorp. Want ik denk dat dat nog wel het belangrijkste is. Je verantwoording nemen voor je eigen toekomst. Ja, dus dat is vooral gericht op jongeren die hun verantwoording nemen. Maar verantwoording nemen, dat moeten ze toch een beetje zelf? Ja, dat moet je eigenlijk zelf doen. Maar het komt misschien een beetje cru over. Maar straks, als wij ook wat ouder worden, dan moeten wij ook een bepaalde boodschap mee kunnen geven aan onze kinderen en kleinkinderen. Ik bedoel, als je een stapje verder denkt, dan moet dat een logisch vervolg zijn. En dat staat in die toekomstvisie die jullie gemaakt hebben? De toekomstvisie is over een aantal jaren uitgesmeerd. Maar als het gaat over tientallen jaren, nee, zover zijn we nog niet. We willen eerst eens kijken of dat die toekomstvisie die van een aantal jaren wil aanslaat. Slaat die aan, dan kan je dus inderdaad een visie voor langere termijn uit gaan stippelen. Wat is het grootste plan in die toekomstvisie? Wat is het grootste plan? Wij hebben voornamelijk in de toekomstvisie verwerkt dat wij de jongeren willen laten denken. En niet dat wij dingen gaan uitstippelen, maar dat hun juist met ideeën moet willen komen en kunnen komen. Ik bedoel, als hun een verbetering zien in het dorp, dan moeten hun dat aankaarten bij ons en dan kunnen wij daar een project voor opzetten. Ja, net als de strandjes en net als de verruiming nu van die openingstijden. En heb je nog iets in petto dat je denkt, dat is een gaaf idee van die gasten geweest? Dat is een gaaf idee geweest. Nou, ik denk dat de strandjes sowieso natuurlijk een heel leuk idee is geweest. Dat heb ik dan dus ook samen met Wouter opgepakt. Dat is allemaal prima gegaan. Natuurlijk, je bent eigenlijk wel benieuwd hoe de toekomst van Haringswold-Giessendam gaat worden. Dat is iedereen. Ik bedoel, wij als jongeren moeten dat ook wel kunnen zien, denk ik. Ik bedoel, wij moeten er straks ook mee verder gaan. Ja. Even nog naar die openingstijden die dan gepromoot worden om die te verruimen. Wat is jouw persoonlijke drijfveer erachter om dat zo te ondersteunen? En dan heb ik het niet over de stichting, maar waarom denk jij nou zelf dat dat zo belangrijk is? Ik denk sowieso dat je als jonger iemand vrienden wilt ontmoeten en dorpsbewoners wilt ontmoeten op een hele leuke manier. En ik bedoel, daar moet veiligheid ook heel belangrijk in zijn. Dat denk ik wel. En ik kan daarom ook wel die jongeren begrijpen. Ze willen zich hun verantwoording eigenlijk opnemen. Om ook te laten zien dat dat ook belangrijk is wat betreft de veiligheid. Hè? Want ik bedoel, er staan wel kamers in de Damstraat, maar
de politie moet het uiteindelijk toch opknappen. Ja, ja, ja. En eigenlijk moet die verantwoording van de jongeren, moet eigenlijk, het moet overkomen dat hun zelf die stap moeten nemen om het niet te doen. Ben je er 10 februari bij? Ja, natuurlijk. Uiteraard. Want jullie ondersteunen het van harte, denk ik. Wij ondersteunen het zeer. Nou, geweldig. Volgens mij heb je het goed uitgelegd. En 10 februari zullen we dus in de gemeenteraad misschien wel een positief geluid horen. En kunnen we verder met onderhandelen, denk ik, hè? Klopt. Nou ja, 4 maart gaan wij onze toekomstvisie presenteren in restaurant Campagne met een grote après-ski party erachteraan. Dus daar zijn de jongeren ook van harte welkom. Ook wel leuk om te vermelden is dat wij de jongeren tegemoetkomen in de consumptieprijs. Dus dat betekent dat wij 1,50 euro hanteren. Dat hebben we afgesproken met de horecahouder. Puur het feit om de jongeren ook daarin tegemoet te komen. Eigenlijk. Nou, het lijkt mij geweldig. Zo ga je elkaar bereiken en dat is jullie idee volgens mij. Ja, precies. Nou, met die twee onderzoeken, hè, waar wij, of onderzoek eigenlijk, 1 onderzoeksplan en 1 toekomstvisie willen we eigenlijk wat uitstralen. Ja. En dat kunnen jongeren denk ik ook wel. Als je ons op straat tegenkomt, dan kan je er ook gewoon lekker over praten denk ik. Ik bedoel, daar moet je open voor staan. Ja. Dus jongeren van Hardingsveld, er wordt voor jullie gewerkt en dat is mooi. Help jij ons mee? Wij gaan ervoor. De straatvraag van deze week gaat over een gebeurtenis die niet veel mensen kan zijn ontgaan. De enorme brand bij Chemiepak in Moerdijk. Langere tijd was niet duidelijk of er gevaarlijke stoffen zijn neergekomen in de directe omgeving. En of Hardingsveld, Sliedrecht en de Graafstroom ook tot het risicogebied behoren. Maar uit recentelijk onderzoek van een landelijk dagblad is gebleken dat ook wij ons in het risicogebied bevinden. En dat er een verhoogde graad van metalen is gevonden. Nader onderzoek zou noodzakelijk zijn, maar zou geen directe aanleiding zijn tot paniek. Maar ik vraag me toch af of mensen zich nu zorgen maken. Ik ga het hier in Sliedrecht vragen. Ja, ik vind het ergens. Je maakt je eigen wel zorgen erover. Ja, waarom dat hier geen melding van gemaakt is, gelijk in het begin al dat het zo kon zijn. Ja. Want heel wat werd gezegd van hier hebben we er eigenlijk niks van gemerkt, tenminste wij niet. Nee. Hey, en ik ben s'avonds ook gewoon naar buiten gegaan. Ja, ik had wel last van wat hoofdpijn, maar voor de rest niet echt bij stilgestaan. Nee. Ja, en ik laat het maar gewoon over me heen komen hoe het nu is. Ja. Het is natuurlijk langere tijd onduidelijk geweest of wij er ook toe behoorden inderdaad. Klopt, ja. En dat is toch een beetje vreemd, heel het verhaal in op zich, vind ik. Nou, ik maak niet echt veel zorgen, denk ik. Nee. Nee, en hoezo niet dan? Ja, hoezo niet? Ik denk dat het moeilijk te bepalen is voor onszelf om te beoordelen of er schadelijke stoffen zijn gevonden. Oké. Omdat het me niet zal bevreemden natuurlijk, want... Ja, chemisch rommel is natuurlijk rommel. Ja. En uw vrouw, u wel? Nee hoor. Nee. En hoe komt dat dan? Ja, je kan er ook verder niet veel aan doen. Nee, dat is ook zo. Dus ja, je kan je ergens druk over maken, maar als je er verder niks aan kan doen, dan houdt het toch op. Voor mij eigenlijk niet zo erg, maar mijn kinderen en zo, kleinkinderen wel een beetje. Dat wel? Ja. En waarom? Ja, dat is niet goed natuurlijk waar je inademt dan, hè. Nee. Ik woon in Papendrecht en er zijn dus ook roetdeeltjes op de dakramen gevonden. Oké. Okay. Ja, dat is toch niet goed dan, hè, denk nee, ik. Nee, niet helemaal goed, nee. En heeft u eigenlijk wel een beetje vertrouwen in wat de overheid is allemaal informeert? Nou, ik weet niet, ik denk dat je gewoon belazerd wordt. Aan de ene kant wel natuurlijk, want er is aan de overkant al een hoop... vuiligheid van de merrewede. Geen asbest is het wel weer een brand. Ja, daarom. Dus, het achtermint was dan meer de andere kant op als hierheen. Ja, dus toch gebleken dat ook wij eronder zijn gevallen hoor. Ja? Ja. Dat had ik nog niet gehoord. Nee, stond gisteren in de krant. Oh. Ja, wij lezen geen dagkrant. Dus vandaar. Dat zal het misschien zijn. Ja. Maar goed, als u dat nu zo hoort, bent u dan wel meer ongerust? Ja. Nee, dat dacht ik niet hoor. Toch niet? Nee. Nee. Ja, tuurlijk. Ja. Ja. Oké, waar bent u bang voor? Ja, waar ben ik voor het onbekende? Ja. En voor over een paar jaar, ik heb geen idee. Nee. Heeft u dat u een beetje weinig informatie krijgt van de overheid misschien? Ja, je wil gelijk alle informatie, maar je hebt niet gelijk alle informatie. Nee. Ik snap ook wel dat uitgezocht moet worden. Oké. Okay. Maar we willen het wel graag weten natuurlijk. Totaal niet. Nee. Helemaal niet. Waarom niet? Nee, omdat ik vertrouwen heb in de onderzoekers dat het goed komt. Ja, heeft u vertrouwen in wat de overheid u vertelt? Ja. Ja? Ben je niet bang dat het misschien op het achter wordt gehouden om paniek te voorkomen? Nee, helemaal niet. Maakt u zich zorgen? Jawel, jawel. Ja. Om de kleine kinderen. Dus in de loop van de... 10, 20 jaar zo, denk ik wel.
Dat de gevolgen bang voor de langere termijn gevolgen. Jazeker, ja, zeker. Okay. Het is nooit goed natuurlijk wat er in de lucht gevlogen is. Hè? Nee, zeker. Ja. Ja. Daarom... Maar voor jezelf ook of dat niet? Nou, over 10 jaar, ach. Als ik deze 10 jaar goed mag meemaken, dan vind ik het goed. Okay. Beetje minder mag ook. Qua gezondheid, maar... Nee, voor mezelf niet. Nee, maar voor de opgroeiende kinderen vind ik het wel een beetje ernstig, ja. Nee, dat maakt me geen zorgen erover. Nee, en waarom niet? Nou, ik denk niet dat het zo'n enorme grote concentratie is dat die gevaarlijk is voor de gezondheid. Nee? Nee. Het is natuurlijk een enorme brand geweest bij een chemisch bedrijf. Ja. Het kan natuurlijk eigenlijk niet anders dat er wel wat gevaarlijke stoffen... Of het zal er iets gevonden worden, ja. Het lijkt erop dat de meningen eigenlijk redelijk verdeeld zijn. De meeste vrouwen zijn net wat meer bezorgd dan de mannen. Maar ja, we kunnen er eigenlijk allemaal niks aan doen en alleen maar afwachten natuurlijk. Dit was in ieder geval de straatvraag van deze week. Tot de volgende keer.